Ik ben al een Elvis-liefhebber. Maar
nooit echt een pakken stem hebt. En ook de rol is groter dan vele mensen. Alleen als artiest, als uitvoerend artiest, heb je een grote deel schoppers gezongen. Ja, hij heeft wel in ieder geval de credits van bepaalde nummers. Zoals Love Me Tender, dat album van Love Me Tender, daar heeft hij wel de credits. Maar als je dan met specialisten praat, ja, dan is het meer zo van echt verslechteringachtig dan dat hij dat echt bewezen is dat hij aan de nummers heeft geschreven. Ja. Een man als Maurits de Jonge hebben, ja. Die, terwijl hij blind en fantastisch man. Nee, hij heeft geen reuk vermogen meer. En hij had nog even zijn gehoor en zijn tas in. En dat zo'n man die kan van alle instrumenten zelf spelen. Ja. Ja. En ik weet wat ik vroeg van ik toen hij was, ik ben van die misschien een onderhoud. Tegenwoordig zelfs op conservatorium kun je leren spelen. Ja? Ja. Sinds een paar jaar of zo. Alleen, waar het om gaat is ook in hoeverre je dat eigen maakt en ook invloed mee aan de kunst is. En er een draagvlak voor te gelden kan maken. Ja, en dat precies niet. Stielemans en al zijn grootheid. Ja, dat is niet Stieven Wonder. Maar dat is meer een Duitse politiek. Die zat daar ook een groot show. Central Station. Straat vervoer en de trein. Vergeet u straks op daar te checken. Please remember to check out. Is dat wel leuk om te tekenen? Oh ja. Ja, als je kijkt naar inderdaad bijna willekeurig ander iemand kunnen